Dus keukenpraatjes over peulvruchten, drie receptjes, heel verschillende receptjes. We gaan aan de slag met rode linzen, die ik daar juist eigenlijk al... En dan hebben we hier kikkererwten en witte bonen. Ja, het is zo, als ik bezig ben, ik zie jullie wel, jullie opmerkingen verschijnen, maar dat is heel, heel klein. Dus het is voor mij heel moeilijk om dat te volgen. Stel dat er iets fout is. Dus ik heb iemand stand-by die mij dat dan wel komt zeggen. Maar dat is dan soms een beetje later. Maar ik zie nu dat het op dit moment wel oké is. Dus ik stel voor dat we er gewoon in vliegen. Ik heb jullie lang genoeg laten wachten. En ik dacht te beginnen met het gerechtje met de kikkererwten. Kikkererwten, daar ben ik zelf ongelooflijk dol op. Er gaat geen week voorbij dat ik ze niet eet. Dus ja... Ik ben toch nu heel tijd bang dat dat geluid weer gaat afvallen. Ze zijn zo veelzijdig, je kan er zoveel mee doen. Vandaag gaan we er een soort van broodbeleg mee maken. Maar het is een broodbeleg dat je bijvoorbeeld ook kan gebruiken voor toastjes. Je kan het eigenlijk ook eten als... je zal dat zien in het recept ook, als je dat online bekijkt. Het is iets wat je ook zou kunnen verwerken als in gerechtjes. Je kan er bijvoorbeeld een tomaatje mee vullen of een halve perzik of zo. En het is, ja, het heet kik curry, maar het is dus eigenlijk een beetje een allusie op kip curry. Hè? Maar ik heb al van heel veel mensen mogen horen dat ze het nog lekkerder vinden dan de kip variant. Dus daar gaan we mee beginnen nu. Eerst gaan we daarvoor die kikkererwten bakken. En ik vind dat leuk dat ik jullie dat eerst al eventjes kan tonen, omdat dat bakken van die kikkererwten, die gebakken kikkererwten, dat is eigenlijk een manier om kikkererwten te bereiden die sowieso heel lekker is. Los of dat je het daarna nu in de kikkercurry verwerkt of niet, je kan ook gewoon de kikkererwten bakken en nadien verwerken in een gerecht. Gelijk wat, hè, een stoofpotje, een ovenschotel, whatever. Of zelfs gewoon ook puur eten. Dus een salade met dan gebakken kikkererwten daarop, bijvoorbeeld ook heel lekker. Die basisbereiding van die kikkererwten geef ik jullie nu al mee als echt een topper om heel snel kikkererwten te bereiden. Als je zegt van ja, peulvruchten, ik weet het zo niet goed, ik ken dat nog niet genoeg en hoe doe je dat allemaal? Dan is dus die bereiding van gewoon die kikkererwten te bakken in de pan is zeker een aanrader voor starters. Dus ik ga eventjes mijn pan pakken. En ja, mensen die mij kennen weten dat ik heel moeilijk mij aan recepten kan houden. Dus ik ga nu mijn uiterste best doen om dat wel te doen. Maar het kan zijn dat ik af en toe toch een beetje weer de rebel uithang. En een aantal dingen niet helemaal doe zoals het moet. Maar ik doe dus echt wel mijn best vandaag. Pan eventjes op het vuur. Dus wat gaan we doen? We gaan die kikkererwten bakken. We gaan daar lookpoeder bij doen en currypoeder. Lookpoeder, je kan natuurlijk ook gewone look gebruiken. Maar lookpoeder heeft een beetje een straffere umami smaak. Dat is zo gedroogd en dat is heel intens van smaak. En zeker als je zo vleesvervangers of peulvruchten op smaak brengt, is dat echt een aanrader. Dus ik heb dat wel ook altijd in huis. Nu, als het gaat over bepaalde gerechten waar je bijvoorbeeld... Denk aan een dressing of een salade of een wokje of zo. Daar zou ik dat niet in gebruiken, omdat dat te intens is. En dat is nogal zwaar misschien dan ook. Maar dus voor dingen die gebakken worden, die gemarineerd moeten worden, is dat een topper. We gaan dat kruiden met lookpoeder en currypoeder. En dan gaan we dat blussen met sojasaus en balsamicoazijn. Ja, dat is ook een beetje voor de mensen die mijn keukenpraatjes over improvisatie koken al hebben gezien. Dat is ook weer die smaakbalans, hè, die perfect moet zitten. Dus je gaat eigenlijk een beetje zoet, een beetje zout en een beetje zuur gaan toevoegen. En dan krijg je een hele mooie smaakbalans. Dus die sojasaus, dat zoute, die lookpoeder daarbij, die umami, die dat zout nog versterkt. Balsamicoazijn, die zowel zoet als zuur is. En die gaan we dan bakken tot ze goudgeel worden. Dus ik haal wat olijfolie nu in de pan doen.
En ik ga de kikkererwten er al in doen. En de loofpoeder toevoegen. En de curry. Ja, ik meet het niet af, maar jullie kunnen dus een halve eetlepel currypoeder en een halve eetlepel loofpoeder toevoegen. Maar ik ben hier sowieso een klein beetje grotere hoeveelheid aan het maken om vandaag nog van te genieten. Oké, dat is erbij. En wat we nu gaan doen is, en dat is in het algemeen als het gaat over bakken, dan raad ik altijd aan zo weinig mogelijk roeren. Hoe meer dat je kan schudden, hoe beter. Dus, en hoe doen we dat als schudden? Dat is op die manier. Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk de pan van je wegduwen en dan terug naar je toe trekken met een opwaartse beweging. Nu, je kan misschien zeggen in het begin van, ja, wat is dat? De naald van de kikkererwten ligt uit mijn pan. Dat is een beetje oefenen. Dus je kan dat misschien best in het begin wat oefenen met, wat zou ik zeggen? Knikkers of zo. Alhoewel dat dat misschien te zwaar is. Maar je kan, of ik denk zelfs gewoon met een... Ja, maar die dat geen kwaad kan als het op de grond valt. Maar misschien met gedroogde kikkererwten. Maar het is eigenlijk die beweging gewoon in de vingers krijgen. Waarom doen we dat als schudden? En waarom is dat beter dan roeren? Dat is omdat je alles wat je dan bakt een mooi korstje krijgt. En dat je dat niet door dat roeren maak je de dingen vaak kapot. Of zeker bij groenten komt er dan te veel vocht vrij. Maar met dat schudden heb je dat dus niet. Ik ben daar nu volop. Kijk, ik heb hier zelfs ook een kikkererwt laten vallen. Dus je ziet, ik kan het ook nog niet perfect. Wat gaan we daar nu bij toevoegen nog? We gaan dat dus blussen met sojasaus en balsamico-azijn. Ik zeg blussen, ja, dat wil zeggen laat dat goed bakken. En op het moment dat je het gevoel hebt van, goh, dat begint hier een beetje aan te bakken, dan is het eigenlijk tijd om te blussen. Ik heb trouwens zitten denken, vorige week dacht ik van, ik moet mij misschien zo'n soort van inductieplaatje kopen, dat ik hier voor jullie ook kan koken, dat zou eigenlijk de max zijn. Want nu ja, is dat hier achter mijn rug en ik kan eigenlijk niet constant aan jullie tonen. Dus iets voor op mijn verlanglijstje. Oké, blussen met de sojasaus. Ik hoop dat jullie het ook horen, dat het lekker begint te sissen en te pruttelen. En dan een beetje balsamico erbij. Ik zeg het, ik voeg nu wat meer toe van de dingen, maar het is omdat ik dubbele portie aan het maken ben. Dus je moet nu niet denken van, oei, oei, wat doet hij daar nu? En wat je dan ziet, is dat je echt, ja, je begint al te zien, dat wordt zo'n heel mooi bruin ja, jasje dat krijgt. Dat begint te knisperen, heel lekker te ruiken ook. Dus dat is perfect. Dus de combinatie van die sojasaus, die balsamicoazijn, dat loofpoeder, die curry, dat krijgt eigenlijk ja, echt zo'n goed krokant korstje. Ik ga jullie dat zometeen ook een keer tonen, want dat ziet er ook heel mooi uit. En op die manier geef je dus die kikkererwten enorm veel smaak. Dus de combinatie van dat bakken met kruiden en dan iets vochtig toevoegen, dan dringt de smaak ook goed binnen in uw ingrediënten dat je op dat moment aan het bakken bent. Hè. Dus meer is daar eigenlijk niet aan. Nu, ik heb hier al een shallotje klaar liggen, want dat is ook nodig. We gaan dus een shallotje verwerken bij onze kikkercurry. Snijden dat fijn. En ik ga ondertussen al een potje pakken. Ja, ik heb gezegd ook, allee, in het recept schrijf ik van in de foodprocessor, dat mag zeker. Maar je kan het eigenlijk ook met een staafmixer doen. En ik ga dat nu eventjes doen, omdat ik straks de foodprocessor nodig heb voor onze witte bonen blondies. Oké, die kikkererwten zijn perfect gebakken. Ik... probeer jullie dat te tonen, hoe lekker dat die eruit zien. En ik ga dat shallotje hier al in mijn pot doen. Zo.
En dan gaan we daar de kikkererwten uiteraard bij doen. Nu, het is niet de bedoeling dat we die kikkererwten straks volledig plat gaan mixen. Dus we maken er geen pasta van. Allee, smeerbaar. Het gaat een beetje smeerbaar zijn, maar er blijft echt wel textuur in zitten. Dat is wel echt de bedoeling. Ik zie nu dat mijn potje een beetje te klein is. Het is dus de bedoeling dat je echt nog wel wat textuur hebt van die kikkererwten. Zodat je zo'n beetje die chunky beet hebt. Dus dat is wel de bedoeling. Dus we gaan dat wel mixen, maar zo gewoon echt zo de mixer er een paar keer goed inzetten en that's it. Ik heb hier in het recept staat er roomkaas, maar ik heb het nu vervangen, omdat ik geen roomkaas in huis had, heb ik het nu vervangen door volle Griekse yoghurt. Volgens mij gaat dat even goed lukken. En bovendien is dat iets lichter voor mensen die zeggen van, ik heb niet graag dat het te zwaar of te calorierijk wordt. Zo, en dan gaan we daar nu de mixer eventjes in zetten. En je ziet, zo simpel is het. Een zalig broodbeleg. Maar ook dus te gebruiken voor heel wat andere dingen. Waarbij je peulvruchten gaat gebruiken. En ik denk dat niemand nu het gevoel heeft van, amai, zo moeilijk. Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van, dit is echt wel haalbaar. Dus eventjes de mixer erin. Dus het is zeker de bedoeling dat je nog de textuur van de kikkererwten wat hebt. En er mogen daar zelfs nog wat volledige kikkererwten in zitten. Hè. Dat geeft helemaal niet, dat is zelfs plezant. Maar door ze dus licht te mixen, krijg je wel zo dat kipcurry-achtige, zo dat sauserige. Zonder dat je hier, want dat is bij kipcurry, dat is een beetje kip met vrij veel mayonaise, met vrij veel zout ook. En dat heb je hier natuurlijk niet. Hè? En dan krijg je deze substantie. Et voilà. Oké. Ik denk dat alles nog oké is. Want ik zag hier juist iets verschijnen, maar ik zal het wel horen. Onze kikkerry is klaar. Hè? Ik heb het nu wel snel gedaan. Normaal gezien laat ik de kikkererwten wel eventjes afkoelen. Ik voel nu plots van, de kikkererwten waren eigenlijk nog wat warm, hè, maar ik ga jullie niet te lang laten wachten. Maar dus normaal gezien kan je ze eventjes laten afkoelen vooraleer je dus de roomkaas en zo erbij doet, ook voor de bewaarbaarheid. Nu, deze kikkerry kan je heel gemakkelijk, als je dat goed hygiënisch doet, kan je die heel gemakkelijk bewaren in de koelkast gedurende een vijftal dagen. Dus een heel leuk idee om de zondag een portie te maken en er de hele week van te genieten voor op je boterham. Dus dan heb je echt zo'n een goed broodbeleg in huis. Nu, wat bedoel ik met heel hygiënisch? Ja, zie dat je het zeker in een heel propere pot bewaart. Maar ook dat je het niet te lang uit de koelkast laat staan. Dat je er altijd met een proper bestek in gaat. Want mensen zeggen vaak van, goh, maar bij mij blijft dat niet zo lang goed. Maar dat ligt heel vaak daaraan. Je koelkast ook goed koud. En als je daar allemaal op let, dan is dat zeker 5 dagen te bewaren. Voilà, die zetten we al eventjes opzij. En dan stel ik voor dat we verder gaan met het volgende gerechtje. Namelijk het gerechtje met de rode linzen. En we gaan een daal maken, een rode linzendaal. Nu, je kan daal ook maken met andere linzen, met groene linzen, bruine linzen. Maar vandaag doen we het met oranje linzen. Dat is ook een soort linzen dat je heel snel kan verwerken. Dat zijn eigenlijk linzen die heel snel klaar zijn en die je niet vooraf hoeft te koken. Dat zijn linzen die eigenlijk ook gepeld zijn. Hè? Dat zijn dus het buitenste is daaraf gedaan, vandaar dat die zo snel garen. Die zijn dan iets minder vezelrijk, maar op zich heel, heel fijn om te verwerken in allerlei gerechten. Ook in een soep, heel lekker. Om je soep eiwitrijk te maken en zo wat smeuig.
Dus zeker, zeker proberen. Dus je kan daar gemakkelijk ook bijvoorbeeld groenten stoven en daar gewoon wat rode linzen bij doen. En ja, daar een klein beetje bouillon bij of zo. En na een tijdje zijn die linzen gaar en samen met uw groenten. Ook vandaag gaan we dat zo doen. Nu, een dal is een typisch Indisch gerecht. Het is een beetje iets tussen een curry en een soep. Ja, het heeft zoiets. Allez, het is wat nat, dus het heeft zo wat een lepelconsistentie. Maar het leuke is dat je daar ook van alle groenten kan gaan in verwerken. Dus ik heb het hier ook zo in het receptje gezet. Dat je 400 gram groenten naar keus daar kan bij gaan doen. Dus dan kan je ook variëren doorheen de seizoenen. En ik ga daar nu een beetje witte kool bij doen. Ik heb iets gekozen ook waar mensen vaak bij zeggen van die witte kool. Hè. Dus dat, we hebben daar de aflevering vorige keer was over de kolen en knollen. Maar dus opnieuw eventjes, omdat zeker nu einde van de winter, begin van de lente, is er eigenlijk heel weinig van groenten. Dat is de schaarste periode. En dan is dat ideaal om toch nog creatief met die kolen en knollen aan de slag te kunnen gaan. Dus witte kool. En ik heb aardappeltjes klaarstaan. Dus ik ga daar stukjes aardappel. Dat is iets dat heel veel gebeurt ook bij die daal. In de Indische keuken. Aardappeltjes in die daal. Ook lekker eigenlijk als je die aardappelstukjes, maar ik ga het nu niet zo doen, eerst eventjes opbakt. Zoals ik daar juist die kikkererwten bak. Dus gewoon rauw die aardappelblokjes met goed wat kruiden. En dan bij de daal, ja, dan krijg je nog meer smaak. Hè? Natuurlijk iets vettiger dan ook. Maar dat kan dus wel. Dat maakt echt die smaak nog intenser. Maar dus nu gaan we het gewoon zo doen. Goed, wat hebben we nodig? We gaan dus aan de slag met de linzen. Die linzen gaan we in het begin al in de pot ook meestoven met de ui en de kruiden. Omdat we dan direct ook weer die smaken daar goed laten opnemen. En we hebben een uitje nodig dat ik al klaargesneden heb. Ik ga hier eerst mijn pot al op het vuur zetten. Zo, en dan gaan we daar al olie in doen. En dus de ui die ik al gesneden heb, gaat in de pan. Samen met de linzen. En met geraspte look en gember. Zo. Dus ja, dat is het met heel veel smaak, heel veel verschillende kruiden die we erin doen. En ook typisch voor die, ja, voor die Indische keuken is altijd die mooie combinatie en die mooie balans tussen kruiden die wat pit hebben, hè, zo wat vurige kruiden, en anderzijds kruiden die dan juist ja, digestief werken en verzachtend en verfrissend. En dat is, allez, daarom ben ik ook dol op de Indische keuken. Ik vind dat geniaal, de manier waarop dat die in staat zijn om smaken te combineren. Dat is enorm leerrijk, ook voor ons. Zo, geraspt, dan gaan we dat er ook bij doen. En dan komt daar nog bij koriander. Korianderpoeder gebruik ik hier. Dan kurkuma. Komijn. Wat staat er hier nog allemaal bij? Paprikapoeder. Dus een hele warme, lekkere kruidenmengeling. Sambal ga ik gebruiken. Je kan dus ook een chilipepertje toevoegen of chilipoeder. Of ook currypasta, dat kan ook. Je doet er een beetje bij. Ja, ik heb daar nu wat meer bij gedaan. Er staat hier een theelepel sambal. Ik heb er wel een volle soeplepel bij gedaan, maar ik hou wel van wat pit. Dus dan kies je een beetje voor jezelf. Ik ga een keer kijken. Ik denk dat we alles erin gedaan hebben dat erin moest qua kruiden. Dus dan ga ik eventjes
roeren, zodat alles goed mengt. En dan begin je direct al te ruiken die heerlijke geuren van de Indische keuken. En je zal ook merken ja, dat die kikkererwten en die kruiden wel vrij snel al wat beginnen te plakken. Dus we gaan daar dan snel de andere dingen bij doen. Ik ga juist nog eventjes kijken dat ik alles hier... Dus er staat hier currypasta erbij. Ja, en ik heb sambal gebruikt. Dus in het recept ga ik dat dan nog een keer moeten aanpassen. Maar je kan dus currypasta ook gebruiken, hè, als je dat in huis hebt. Dan gaan we de groenten toevoegen. De witte kool dus en de aardappeltjes. Die even afgieten. Et voilà. Ja, die aardappeltjes geven nu al meteen een beetje vocht. Aangezien dat ze in het water stonden. Maar ik voel toch nu al dat ik een beetje bouillon heb mogen toevoegen. Dus bouillon staat hier ook klaar. Ik voeg al wat bouillon toe. Ja, het zal nog wat mogen. Ik heb ook gezien in het recept dat de bouillon die ik... de hoeveelheid bouillon die ik opgeschreven heb, dat een beetje nipt is. Er staat daar 500 milliliter. Er staat wel in het recept van toevoegen, indien nodig, later nog toevoegen. Maar ik denk dat het eigenlijk beter is van al een liter klaar te zetten. Dan ben je zeker, je kan daarna dat altijd nog wel gebruiken voor een soep of zo. Zo, voilà. Nu is het eigenlijk gewoon kwestie dat dat lekker begint te sudderen. Ah, ik ga hier ook nog, het staat bij, je kan tomatenpuree toevoegen indien gewenst. Maar ik heb hier zelf nog van deze zomer ingemaakt tomaatjes die ik had geroosterd in de oven. Heel, heel lekker trouwens. Heel leuk. Je moet alleen de pot open krijgen. Nee dus. Heel leuk om te proberen. Zo gewoon tomaten roosteren in de oven en dan bewaren in bokaaltjes. Je moet alleen de pot nog open krijgen nadien. Ja, je ziet, ik heb hier wat spierkracht nodig. Hè? Mijn keuken. Het is mij gelukt. Yes. Dus de tomaten, de ingemaakte tomaten van deze zomer... gaan daarbij. Hoe leuk is dat eigenlijk? Het is lente geworden en ik kan nu nog koken met de ingrediënten van de vorige zomer. Ziezo. Dan gaan we dat op het gemak laten verder gaan. Nu, zo'n daal is een heel dankbaar recept. Je kan dat bijvoorbeeld ook in het weekend maken en daar dan in de week... van genieten. Je kan dat ook gemakkelijk invriezen. Dus een grote portie maken en dan in kleinere porties invriezen. En daar op die manier ook je voordeel uit halen. Op momenten dat er wat minder tijd is. Dus een heel gemakkelijk gerecht dat eigenlijk in een wip klaar is. En dat eigenlijk ook volledig volwaardig is. Zeker, ik heb er nu aardappeltjes bij gedaan. Maar dus linzen, aardappels en dan... wat groenten, ja, dan heb je eigenlijk, je hebt je groenten voor de vitamines, je hebt je linzen voor de eiwitten en je hebt je aardappelen voor de koolhydraten. Je zou er ook granen kunnen gaan bij doen. Nu, je kan het ook doen zonder aardappelen en er dan een lekker stuk brood bij eten of er wat andere granen bij koken. Dus dat kan zeker ook, hè. Zo, kijk, dat ging ook weer snel. Je ziet, het is allemaal zo gemakkelijk, eenvoudig en... En snel, het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Daarmee hebben wij al ons middageten straks. Met eerst een toastje met kik curry uiteraard. Maar we gaan dan ondertussen al voortgaan naar het volgende gerecht. Aangezien ja, dus die daal die heeft nu zijn tijd nodig. Het is een kwestie van die af en toe een keer te checken. En te kijken of dat er nog genoeg vocht in de pan is. Dat is wel belangrijk. Omdat die linzen niet zouden beginnen plakken. Hè? En nu met die aardappeltjes erbij ook.
Maar ik heb het nu op veilig, ik heb op veilig gespeeld en ik heb er meteen genoeg bouillon bij gedaan. Goed, dan gaan we over naar onze witte bonenblondies. Misschien veel mensen die hier al geïnteresseerd in waren of nieuwsgierig naar waren. Gebak maken met bonen. Dat klinkt wel een beetje gek voor sommigen, als je dat nog niet gewend bent. Maar het is dus heel lekker en ook heel gemakkelijk om klaar te maken. En ja, veel minder vetrijk dan veel andere soorten gebak. En ook niet duur, aangezien peulvruchten zijn gewoon sowieso niet duur. Dus ideaal om zowel duurzaam als ecologisch, als economisch, als veelzijdig, als lekker te koken. Goed, ik ga de kan van de food processor erbij nemen en ondertussen mijn oven al voorverwarmen. Het is een gerecht dat, het is een gebak dat je bakt op 160 graden als je de hete lucht overgebruikt en op 180 graden als je zonder hete lucht overwerkt. Goed, ik heb hier alles al een beetje klaar. Wacht, ik ga eerst moeten zien dat ik mijn mixertje. Ik had alles klaar behalve dat blijkbaar. Het opzetstukje van mijn foodprocessor. Dat is nu wel vervelend. Ah, dat heb ik wel nodig. Zo, voilà. Mesje. Oké, wat hebben we dus nodig? Witte bonen, die er al klaar zijn, gekookte witte bonen. Dan gaan we daar havervlokken aan toevoegen. Nu, ik denk dat het zeker mogelijk moet zijn om ook te experimenteren met bijvoorbeeld kokosbloem, amandelmeel, of zelfs kikkererwtenmeel. Ik denk dat je daar wel, of speldmeel of zo, ik denk dat je dit, de havervlokken echt wel kan vervangen door iets anders van meel, bloem. Al dan niet glutenvrij. Ik ga hier nu kokosbloesemsuiker aan toevoegen, maar ik heb in het receptje ook gezet dat je dat kan vervangen door dadels. Dadels is een ideaal zoetmiddel ook in veel soorten gebak. En ja, voor mensen die zeggen van liever geen suiker. Nu, die kokosbloesemsuiker vind ik persoonlijk zelf al helemaal iets anders, zowel qua smaak als qua textuur en zo. Het geeft ook aan je gebak een beetje een karameltoets. Ik ben er zelf eigenlijk echt wel dol op. Snuifje zout moet daar ook bij. Hopla. Dan sinaasappelsap. Ja, dat is eigenlijk gewoon een zuurtje dat ik erbij wil doen. En ik dacht ineens, toen ik het recept aan het ontwikkelen was, dacht ik van, goh, laat ik dan een keer proberen met sinaasappelsap. Dat leek me wel een leuke combi. Vooral omdat er op het einde ook een beetje chocolade bij komt. Sinaasappelschocolade gaat heel goed samen natuurlijk. Dan olijfolie voor het beetje vet. Je kan ook kokosolie gaan gebruiken of een andere olie. Maar ik ben zelf wel dol op olijfolie in gebak. Ik vind dat dat iets fruitig, fris geeft. Ik gebruik dat dus heel veel olijfolie in de plaats van boter ook en zo. Dat moet je zeker zelf een keer uittesten, bijvoorbeeld voor cake te bakken ook. Dan, wat hebben we dan nog nodig? Baking soda. Dus ja, baking soda, daarin verschilt dat ook wel met bakpoeder. Baking soda heeft altijd om zijn werking van rijzen en lucht geven te kunnen hebben, heeft dat altijd een zuur nodig. Dus nu heb ik hier die sinaasappelsap toegevoegd, maar in veel recepten wordt dat gecombineerd met een klein beetje appelazijn. Dus zeker in de vegan recepten ga je heel vaak zien een beetje appelazijn, een beetje baking soda. Heb je geen zuur dat je toevoegt, dan moet je bakpoeder gebruiken, want daar zit dan al iets bij waardoor dat daar zit al een zure bestanddeel bij. Maar ik vind dit gewoon baking soda zo gemakkelijk om in huis te hebben. En bakpoeder is vaak zoiets van, oei, een zakje bakpoeder is weer op. Als je bakpoeder gebruikt, gebruik je ook best wijnzuursteen, wijnsteenzuur. Ik
weet het niet meer de volgorde. Bakpoeder, omdat er daar geen aluminium in zit en dat dat ja, beter is in het algemeen. Geen chemische toevoegingen of zo. Goed, ik denk dat we er dan alles in gedaan hebben, hè? Dus dat gaat hier weer heel snel. Yep, en dan gaat het deksel erop en ga ik dat eventjes mixen. Yes. Ja, het maakt zoveel lawaai dat ondertussen babbelen met jullie niet echt mogelijk is, vrees ik. Maar ik denk dat ik er bijna ben. Het heeft dus nog een beetje textuur van die havervlokken, maar dat is op zich geen probleem. Hè? Als je zegt van ja, ik wil dat eruit, dan zal je gewoon moeten zien dat je langer mixt. Totdat je... Of je kan de havervlokken eerst apart in de blender doen en dan krijg je echt havermeel. Hè? Maar ik vind dat op zich niet zo erg... dat daar nog wat textuur in zit. Dus je ziet, dat ziet er zo uit. Ja, door die kokosbloesemsuiker is dat wat bruiner dan als je dat met blonde rietsuiker bijvoorbeeld zou gaan doen. Maar geen enkel probleem, zou ik zo zeggen. Ja, we hebben hier ons plaatje al klaarstaan. En dan gaan we dat daarin storten, hè. Dit beslag. Wacht, zo heb ik daar look in gedaan. Ik zat dat hier maar even. Zo. Hopla. Trouwens, het beslag zelf is eigenlijk ook, vind ik zelf, al heel lekker. Het is echt zo om van te snoepen, zo, echt zo cookie dough. Dus misschien ook wel, zonder dat bakpoeder kan je eigenlijk dat ook wel gewoon zo eten. In combinatie met een beetje yoghurt of op een ijsje misschien. Dus multifunctioneel beslag. Zo, eventjes alles mooi verspreiden in het bakblik. En dan hier nog de rest er wat proberen af te doen. Zo. Wat je ook kan doen is aan dat deeg nu nog wat dingen toevoegen. Ik denk dan aan rozijntjes, wat nootjes. Dus dat kan ook. Maar ik kies dus nu voor de chocolate variant. Want dat vind ik zelf toch wel heel lekker met die chocoladedruppels daarbovenop. In het receptje staat er denk ik 2 eetlepels. Nu, ik denk dat er nu wel 4 zijn. Dus... je kan zelf bepalen hoeveel je erop doet. Voilà. Alweer zo simpel als wat. Ready to go in the oven. Ah, kijk, en mijn oven is juist perfect timing. De oven zei juist biep. Dat wil zeggen dat hij dus opgewarmd is. Dus... zat ik direct goed. Oké. En onze Daal is aan het doen wat hij moet doen. Heerlijk aan het pruttelen. En aan het geuren. Hij zal nog wel een beetje tijd nodig hebben. Aangezien dat die patatjes en die kool daarbij zitten. Ja, dat zijn...
ingrediënten die wel eventjes tijd nodig hebben. Dat hangt dus een beetje af van wat dat je toevoegt ook, hè. Aan je daal. Eventjes kijken naar onze timing. Ik heb eigenlijk nog 20 minuten nu. Ik ga jullie sowieso al vertellen dat ik ook een spiekblad gemaakt heb voor de peulvruchten. Mensen die al een tijdje naar keukenpraatjes kijken, die weten dat ik dat regelmatig doe, zo'n spiekblad maken. Ik heb dat bijvoorbeeld ook al voor vleesvervangers gedaan, om zelf burgers en ballen te maken, om spreads te maken en dips enzovoort. Dus nu ook eentje voor peulvruchten. En ik dacht ja, dat het wel leuker was om iets te koken dan dat ik gewoon dat spiekblad af voorlees aan jullie. Dat kunnen jullie zelf dan doornemen. Maar daar staat dus ook in ja, op welke manier dat je best je peulvruchten kookt, hoe je ze kan bewaren. Verschillende receptjes ermee, in welke soorten recepten je ze allemaal kan gaan verwerken. Dus op die manier ja, zijn er heel veel mogelijkheden, en je zal je ook zien, om met die peulvruchten aan de slag te gaan. Dus dat spiekblad gaan we jullie zeker nog bezorgen. De receptjes staan al online, dus die kan je ook zelf gaan uittesten. Ja, misschien zijn er al mensen die nu al bezig zijn of bezig waren. Heel leuk als jullie ook jullie ervaringen delen. Of als er nog vragen zijn, zijn die ook heel welkom. We hebben onze groep Keukenpraatjes op Facebook, waar jullie allemaal heel welkom zijn. Het is een heel gezellige community met allemaal mensen die heel graag delen. Hun liefde voor de ecologische keuken delen. Dus post gerust ook een foto van jouw versies van deze receptjes in onze groep. Ik ben heel benieuwd om dat te zien. En ik wou dan ook nog eventjes zeggen dat wij op dit moment de lentekeuken hebben lopen. En dat is de volledige lente lang. Kan je je inschrijven om een volledig weekmenu te ontvangen in je mailbox. Met die typische lentegroenten in de hoofdrol. Nu, ik ga ook over die lentegroenten, geef ik in mei een volgend keukenpraatje. Ik heb daarmee gewacht. Ik wacht daar nog eventjes mee, omdat de lentegroenten pas in mei eigenlijk ja, volop en weelderig aanwezig zijn. Ik denk dan aan bijvoorbeeld aardbeien, koolrabi, bloemkool. Dat is allemaal nu nog een beetje te vroeg. Die lente is wel begonnen. Maar die lentegroenten, ja, die zijn er in mei veel overvloediger aanwezig. Hè? Dus dan gaan we in mei zeker aan de slag met die lentegroenten. Dus dan gaan jullie daar ook volop meer over leren. Nu in april, de volgende keukenpraatjes, gaan we aan de slag met onkruid. Alhoewel dat een vreselijk woord is. Laten we dus zeggen wilde kruiden. Dus we gaan koken met wilde kruiden. Om eigenlijk ook te tonen van, ja, dat we die helemaal niet moeten in de ban slaan, maar dat die gewoon in de kookpot kunnen. If you can't beat it, eat it. Dus dan gaan we daarmee aan de slag en dan leer ik jullie hoe je brandnetels en vogelmuur en zevenblad kan verwerken tot heerlijke receptjes. Dat wordt ook zeker plezant. Goed, de blondies zitten in de oven. De daal is hier aan het pruttelen en onze kikkurry is klaar. Ik denk dat we deze, ik heb het zodanig allemaal goed voorbereid blijkbaar, dat we een beetje vroeger gedaan zijn, hebben. Dus ik denk dat ik jullie dan toch nu bij deze zal laten. Nu, ik zie dat de zon schijnt, dus jullie zullen misschien ook blij zijn om naar buiten te kunnen gaan. Maar ga dus zeker aan de slag met die peulvruchten. En deel jullie ervaringen, stel jullie vragen, geen enkel probleem, daar antwoord ik met heel veel plezier op. En dan ga ik nu genieten van een toastje met kikkurry met een aperitiefje erbij. Heel fijn weekend nog en heel graag tot in april. Dag!